Ik ben Josima van der Werp, 25 jaar. Ik ben geboren getogen in Dordrecht. Mijn vorige clubs zijn Excelsior, RKC, FC Dordrecht en 7 jaar bij AS Werden het eerste gespeeld. Vorig seizoen 1 seizoen bij Smitshoek gespeeld en dit seizoen RVVA dan. Momenteel ben ik zelf geblesseerd. Ik hoop zo snel mogelijk fit te worden en belangrijk te zijn voor de club. Mijn positie is, ik kan voorin uit de voeten en ook op het middenveld. Dat maakt in principe niet zoveel uit. En wat ik verwacht met de club is dat we kijken of we iets een prijs eruit kunnen halen of meedoen in de middenboot, denk ik. Ja. Hallo, mijn naam is Rick Resort. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Ridderkerk. Ik heb bijna heel mijn leven bij RVA gevoetbald. Ik ben sinds 5 jaar weer terug. Tenminste, dit is mijn 5e seizoen nu. Ik ben een verdediger. Van dit seizoen wat ik van RVA verwacht is dat we met z'n allen zo hoog mogelijke prestatie leveren in de competitie. Dat we veel van elkaar leren op de training ook. Dat we in de wedstrijden alles geven. Mijn persoonlijke doel is om zoveel mogelijk speelminuten te maken in 1. Ook zoveel mogelijk te leren op de training en van andere jongens ook. En dat was het. Mijn naam is Jim Kammerman, ik ben 24 jaar. Ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Dit is het eerste jaar dat ik bij RVVA kom te voetballen. Ik kom hier voetballen als centrumspits. Ik heb gevoetbald bij EBO, GC, Dubbeldam, GC, ODS en VVGZ. Ik hoop dat we dit jaar zo hoog mogelijk in de hoofdklasse eindigen en dat we een stabiel en sterk team worden wat door elkaar, voor elkaar door het vuur gaat. Ik ben Donne van Levenstone, ik ben 30 jaar, ik ben geboren in Rotterdam. Woon in Hoogvliet, ben doelman, ben afkomstig van SAO. Mijn verwachtingen van dit seizoen bij RVVA zijn proberen zo hoog mogelijk te eindigen.